alleen op de donderdag en alleen hier bij Omroep Flevoland. Hoor en zie je Jules Wolthuis. Jules, goedemiddag. Ja, zijn we weer. Zijn we weer. Twee films deze week in de Flevolandse bioscopen. Ja. Wat ik nog steeds heel raar vind overigens, is dat... Je weet wat ik wil zeggen? Ja, over de uitdagingen. Nee, de veroordeling. De veroordeling is er nog steeds niet. In Flevoland te zien. Nog steeds niet. Terwijl het zo'n link heeft met Flevoland. Maar goed. Ik snap het ook niet. Zullen we beginnen met The Courier? Ja, twee nieuwe films... Die onder andere de Courier, zowel in Emmeloord als in Almere. Ja. En dit is een goede film, de film die ik straks noem ook. Ja. Echt goed. Ja. Dit is echt een ouderwetse spionage-thriller. Oh ja? Ja, van Engelse makelij. Ja. En dan is het altijd goed. Van Benedict Cumberbatch speelt de hoofdrol. Eigenlijk een waar gebeurd verhaal. Over hij is spion voor de Britse geheime dienst. Een hele eenvoudige man, met opzet zo gedaan natuurlijk. Ja. Die connecties heeft met de Russen, want daar zit een overloper. En met ze beiden hebben ze maar één taak, om zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Om over die nucleaire dreiging in 1962 bij de Cuba-crisis. Oh ja. En dat hebben jullie allemaal nog niet meegemaakt. Ik heb het wel over gelezen. Wel. Ja. Ik kan me nog herinneren als jong kind dat dat heel dreigend was. Mijn ouders die zeiden eigenlijk, en dat was de trend... er kan een kernoorlog ontstaan. Oh ja, ja dat, mijn ouders ook dat was zeer ernstig. Ja. Je had er geen beeld van. Oorlog, nee. Dat kwam wel op je af. Maar dat heeft heel erg gespeeld in het jaar 62... He, want dan was de relatie tussen Amerika en Rusland en Cuba zeer ernstig. En Kennedy voerde een blokkade in. Want de Russen wilden raketten plaatsen op Cuba. Ja. En dat is op het laatste moment voorkomen door veelvuldig overleg. Als en daar niet gaat deze geslaagd film was, hadden we een... Ja, en daar gaat deze film over. Dus de film is ook nog even... Een heel mooi historisch document. Geeft hij historisch document over die situatie. Ja. En de film is van begin tot eind boeiend. En op Rotten Tomatoes kreeg het ook 87%, dus hoog. Ja, absoluut. En een hele spannende spionage-thriller. The Courier dus. Dus als je daarvan houdt, naartoe. Ik zou zeggen, hier kies ik onmiddellijk voor. Ja, dus wil je de kans hebben om Jules Wolthuis in het echt te ontmoeten, ga naar de bioscoop, misschien kom je hem tegen. Zeg niet wanneer. Valt mee, want het is in het donker. Ja, dat is inderdaad ook zo. Ja, mensen hebben soms te stellen met ons. Waarom doe je ook het licht niet uit, net als in de bioscoop? Ja, dat ziet niemand je. Ja. Dan gaan we naar eigenlijk de eerste echte Nederlandse Anne Frank film. Want we hebben natuurlijk ooit wel met Jeroen Krabbé dat stuk gehad, op televisie, met uit 1984, 85 was dat. En noem maar op. Maar Noord-Nederlands, Noord van Nederlandse bodem. Dit is de allereerste film in de bioscoop. En dat is Mijn beste vriendin Anne. Ja. Ja. Goed ontvangen? Over Anne Frank ook goed. Zou ik ook naartoe gaan. Oh. Niet alleen omdat het eerste film is, maar ook heel goed natuurlijk in beeld gebracht door eigenlijk een van mijn lievelingsregisseurs, Ben Sombogaat. Ja. Dat is altijd kwaliteit. Ja. Hij is natuurlijk, ik denk dat zijn allerbekendste film Bride's Flight, de tweeling was. Ja. En Storm en nog een reeks. Bride's Flight, hè? Ook dat. Ja. Geweldig. Dus hij heeft gebruik gemaakt van het boek van, hoe heet ze, Hanna Goslar. Ja, dat was haar vriendin. Dat is een vriendin van Anne Frank. Die heeft een boek geschreven met herinneringen. Want zij leeft nog steeds. Ja, ja, ja. Hanna Goslar is 91 jaar, leeft nog steeds. Dus die haar blik op Anne Frank, die hebben ze overgenomen. En dat verhaal wordt verteld over hun vriendschap. En ze waren vriendinnen op 16-jarige leeftijd. Nee, eerder al. Vanaf de kleuterschool volgens mij natuurlijk. Ja. Maar want op 16-jarige leeftijd is ze overleden. Dus ze hebben elkaar heel lang meegemaakt. Ze hebben elkaar ook een paar jaar zijn ze elkaar kwijtgeraakt. Maar in een concentratiekamp van Bergen-Belsen zijn ze elkaar weer tegengekomen. En dat verhaal wordt verteld. Haar herinneringen eigenlijk aan die vriendschap.
Maar zie je in deze film ook dat ze in het achterhuis zaten, dat ze daar inderdaad gevonden worden, opgepakt worden? Met, hoe heet hij? Beslecht die naam altijd, Stefan de Wallen. Oh, speelt hij dat, ja? Speelt hij de vader? Vader, ja. Oh, dat is waar, ja. Otto is dat, toch? Otto Frank, ja. Geweldig acteur. Ja. En Mie Brons, zie je die ook nog, dat soort mensen allemaal? Wat? Mie Brons, zie je dat soort mensen ook allemaal nog? Dat, ja, ik heb de film niet gezien, dus dat, okay. dat weet ik niet hoe ver zijn. Maar het gaat allemaal vanuit het perspectief van Hanne, hè? Ah, okay. Dus ja, vanuit misschien die invalshoek. En de film is helemaal opgenomen in Hongarije. Met geld te maken hebben. Ja. Ja. En het is een zeer indringend portret. Ik zag de reacties van de mensen die uit de première kwamen. Nou, die waren wel aangedaan door dit verhaal. Ik wil hem wel zien, ik ben er wel benieuwd. Leuke acteurs er ook weer in. Ja, eindelijk Lottie Hellingman weer een keertje. Ja, nieuwe mensen. Heiko Mila. Hoe heet ze? Beemsterboer, ook een actrice die al een prijs gewonnen heeft. Maar ja, die talentvolle actrices. Ja. En, zeker. Ja, de moeite waard om heen te gaan om toch nog eens een keer dit geschiedkundige verhaal te beleven. Mijn beste vriendin, Anne Frank.